diefstal. Maar de gestolen oldtimer kever betekent een enorme klap voor de Corso Club Zoelen. In de auto stond namelijk de maquette voor de jeugdwagen. Op maandag zou het ontwerp naar de bouwloods worden gebracht. Maar dat liep anders, want de dieven hadden het plan opgevat de oude kever op zondagavond te stelen. Vorig jaar liep het allemaal nog van een leien dakje voor de jeugdbouwers van Zoelen. Met een prachtige wagen gooiden ze hoge ogen op het Corso in Tiel. Maar dit jaar loopt het al fout nog voordat een begin is gemaakt met de bouw. Na de presentatie van de maquette op vrijdag wordt het ontwerp gestolen. Samen met de auto van een van de ontwerpers. Ik ben iedere avond in de bouwloods, dus ik neem maandagavond mee. Dan breng ik hem terug bij de ontwerpster Anja van Hensbergen. En dan is hij weer op zijn plek. Ja. Maar goed, daar is een stokje voor gestoken helaas. We hebben nu alleen nog een foto. En dat is natuurlijk heel vervelend. We hadden dan deze week eraan willen beginnen. Het was de bedoeling dat we gisteravond een kleine start mee zouden gaan maken. Maar de manquette is weg, dus we moeten nu hier een andere manquette maken. Dus zullen wel de kindertjes ook weer teleurgesteld over zijn. Maar ja, helaas, het is niet anders. En dat net, nu Zoelen bezig was, de schooljeugd meer bij het Corso te betrekken. Om die reden had de club leerlingen van de plaatselijke basisschool gevraagd met ontwerpen te komen. De reacties die eruit gekomen zijn, die waren er 89 ideeën. Van een motorfiets tot een oorlogsschip, tot een krokodil, tot een walvis. Want er staan echte kinderen te trappelen om aan de gang te gaan. En dat wordt nu alleen maar later. Aan de grote Corso-wagen van Zoelen wordt al volop gewerkt. Lassers zijn al weken bezig met de constructie. En zelfs de knikkende hals van de draak die werkt al. Maar voor de jeugd wordt het wachten op een nieuwe maquette. Want alleen met een voorbeeld krijg je een wagen precies zo gebouwd als je hem hebben wilt. Als je zo'n ongelukkige start hebt, dan moet je eigenlijk gewoon maar de eerste prijs halen van het jaar. De eerste prijs die wordt verdeeld onder de mooiste wagens. En wie dat is, dat maakt niet uit. Het is al een hele eer om mee te mogen doen. Het Fruitcorso in Tiel wordt gehouden op 8 september.